Hoi allemaal, vandaag nemen we een kijkje bij de première van Hans en Grietje. Hallo, welkom bij Hans en Grietje. Wat zie je er prachtig uit, zeg. Als wie ben jij verkleed? Grietje. Rapunzel. Door een reusje. Sita, wat verwacht je ervan? Ik heb er super veel zin in en ik verwacht natuurlijk weer een hele vrolijke, grappige, noem maar alles maar op voorstelling. Hey Grietje, kom jij er ook bij? Ja pap, ik ben er al. Hey jij daar, kom dichterbij, ja zijn jullie klaar voor echt een prachtverhaal? Hans en Grietje, de première, hoe was het? Fantastisch, echt ja, waar. Ja, ja, ik heb echt genoten van begin tot het eind. Het was een hele leuke première. Ik vind het ook leuk dat jullie er ook bij zijn via de camera. Ja, ik vond het geweldig en de mensen moesten ook lekker lachen volgens mij. Ja, dus wat willen we nog meer? Ik vond het allermooiste dat ze gingen tapdansen, want het is een leuk geluidje. Ga jij maar even wat sprokkelhout zoeken. Ja, want het wordt winter, dus de open haard mag weer aan. Oké. Okay. Hele leuke liedjes, hele energieke dans. Ik vond het heel erg leuk, omdat Titus vind ik ook altijd heel erg grappig. Twee keer springen, armen omhoog. Hoe is het om met Titus en Fien te spelen? Heb je even? Nou, daar zitten we dan. Voor ons huisje van Haribo. Titus. Deed Titus een beetje wat hij moest doen, Fien? Over het algemeen wel, maar ja, je kent Titus, hè. Titus, wat heb jij nou aan? Was hij verkleed als een spekje? Ja. Ik moest me verkleden. Jij zegt desnoods als een spekkie. De deur kon niet meer dicht. En hij moest dus inderdaad in die, in dat huisje. Huil, ja. Fien. Hè? Nou, wat doe je? Ik was niet door de deur. Titus. Dan denk je, wat gebeurt er toch eigenlijk allemaal op het toneel? Loop door. Het is niet groot. Gaat ze vinden! Het is niet alleen een musical, maar er zit veel meer omheen. Het is gewoon een hele beleving voor die kinderen. Ja, ik vond het heel erg leuk en gezellig. Het was echt super. Ik vond het heel leuk, omdat Titus en Fien die waren zo grappig. En eindelijk is dan daar het moment. En oh, daar komt fantastisch. Hij. Fantastisch! We hoorden het daar helemaal. Ja. Fantastisch! Het was zo fantastisch. Het was te gek. Het is een beetje de theaterervaring van de eeuw. Is het erbij. Ik zeg, je hebt eerst de Soldaat van Oranje en dan komt Hans en Grietje. Een beetje in die lijn zitten, dus je moet gaan. Je moet gaan. Goed gezegd. Ja.